Ik ga doen. Snijden met komkommer. Paprika, appel, banaan, watermeloen en sla. Het is een greep uit de ingrediënten van de waterijsjes die de verzorgers van kinderboerderij Dierendorp te Heemskerk eigenhandig maken. Wij merken dat het steeds eerder warm wordt, maar ook steeds langer en heftiger. En dat het soms bloedje heet wordt op de kinderboerderij, merken natuurlijk ook de bewoners. Geitjes en de schapen bijvoorbeeld gaan er lang uit bij liggen en die zoeken wat meer de schaduw op. Ja, dat kan je al zien. En ja, dat heeft de kip ook last van, maar die neemt altijd een zonbad. Bij de kinderboerderij doen ze hun best de dieren zoveel mogelijk verkoeling te geven. Hier hebben we bijvoorbeeld een badje neergezet voor de alpaca's. En voor de ezels hebben we dit schaduwdoek laten maken. En de dieren kunnen hun geluk niet op, want nog meer verkoeling is in de maak. Wij gaan de ijsjes maken, toch? Ja, pakken de bekertjes. Wat ben jij aan het doen vandaag? Groenten en fruit aan het snijden. Voor de beesten, die hebben warm. En die wordt toch wat iets kouds te eten. Appel, we hebben grapefruit gehaald, banaantjes, er zit wat sla doorheen. Wat een lekkere maaltijd, lekker een soort eitje. Ik krijg er zelf ook een beetje honger van. Ja, ik krijg er ook honger van. Jesse, mag ik van jou een bekertje? Hey, kost 3 euro. Zet jij de kraan aan? Zo, gaan we het in de vriezer doen. Ja, hartstikke goed. Hoe gaan de dieren reageren, denk je? Ik denk enthousiast. Het is altijd heel leuk om te zien ook hoe ze het allemaal aan het opslobberen zijn. Dus ik denk enthousiast. Zo, de eerste exemplaren zijn gemaakt. Nog slechts een paar te gaan. Ik denk dat we het wel moeten redden om vandaag 30 ijsjes te maken. Wat denken jullie? Zo, ja, dan ben je nog wel even zoet. Ja, dat zijn we wel even aan zoet. Ja. Maar we hebben de tijd. Het is lekker weer, dus... Het gaat goed komen. Nog even geduld dus. Gelukkig is er tot die tijd nog altijd een heerlijke koude douche.